in doorskaten gebeurde ook al op verschillende plaatsen in Turnhout. En eigenlijk nooit mee met toestemming van de stad. Dus ook qua veiligheid was dat niet altijd gegarandeerd. Deze skate zal tijdelijk zijn omdat het aangekocht is met geld om woningen te bouwen. Dus dat gaat ook op termijn gebeuren. Als hier woningen komen, dan gaan wij proberen natuurlijk om voor de skaters een andere plaats te zoeken. Maar ik vind het zelf ook wel belangrijk dat de skaters niet moeten betalen om binnen te mogen, zodat iedereen een kans krijgt om hier te kunnen komen skaten. Ze worden buiten overal weggejaagd. En als het dan regent, dan moeten ze bijvoorbeeld in ondergrondse parkingen of zo gaan skaten. Dan worden ze opnieuw weggejaagd. Soms wordt de politie gebeld. Dus dat is wel een probleem dat de jeugd hier echt niks heeft. Ik geloof dat die 5 à 6 jaar hebben moeten zagen eigenlijk voor een plekje. We hebben een team die voor ons skate en ook BMX. En die hebben eigenlijk echt de toestellen gebouwd, vrijwillig. We hebben overlaatst wel een feestje gegeven in het jeugd- en scholenweiler. Om echt een benefiet, om een beetje geld te verzamelen. Maar voor de rest hebben we echt zelf allemaal betaald. Dus onze vrijwilligers die de toestellen gebouwd hebben, die hebben eigenlijk de naam The Boneyard gekozen. Omdat dat een beetje gelinkt is aan onze winkel Flesh & Bones. Als de skaters gelukkig zijn, dan zijn wij ook gelukkig.